Ik heb meegebracht voor de laatste sessie Sean. Sean is misschien een beetje een nieuw gezicht. Tenzij dat de mensen op het YouTube-kanaal al video's van u gezien hebben, maar vorig jaar waren je er nog niet bij. Maar je wil werken. Met die donutzakken, kijk, die gaan niet meer gezien. Kijk nu, zeg. Schande. Zo slecht als we zeggen, joh. Sorry, man. Inderdaad, dus Sean is terug dit jaar met alweer een zeer boeiende sessie rond motion design. En wat ga je dit jaar voor ons brengen, Sean? Nog altijd motion design. We gaan ons vandaag focussen op After Effects, uiteraard. Wat ga ik bij jullie doen? Ik heb met jullie al een soort van rough cut van animatie voorbereid, of in ieder geval al een design. Ga ik dat met jullie animeren? En ik heb ook al een file voorbereid waarin eigenlijk al de assets gewoon propertjes klaar zitten. In twee hoofdstukken als het ware. Waarom? Ik ga het eerst animeren, nadien gaan we dat ombouwen of omzetten naar een soort van template. Hoe dat wij op een zeer snelle manier een stuk of 15, 20 artist reveal posts kunnen gaan ontwerpen. We gaan dat doen met een motion graphic template, een MoGRT, gelijk als het dat soms ook wordt genoemd. Dat is dus gewoon de afkorting motion graphic template. En dan hebben wij de optie om oftewel richting Premiere te gaan, om oftewel alles in After Effects te houden. Ik ga mij meestal focussen op After Effects vandaag. Maar de optie heb je wel. Oké. En ik ga nu al zeggen, ik ga nog 5 minuten kunnen meepraten met u. Zoals een mogert dat verstaak wil, maar daarna ga je mij kwijt zijn. Want After Effects is voor mij nog altijd een beetje rocket science. Still the one that got away ook. Ja. Want ik vind dat een geweldige applicatie. Fenomenaal wat je daarmee kunt doen. Maar dat is wel van 0 naar 100 in korte tijd, vind ik heel vaak ook. Ja, dat klopt. Dat snap ik echt wel. After Effects is echt zo'n programma. Zo, als je niet 100% weet wat je ze dan doen, je gaat het tegen die muur kletsen. Ja. En je gaat met je hoofd er ook tegenaan blijven kletsen. Ja. Je moet gewoon altijd bewust zijn van wat je eigenlijk zit aan het proberen te doen. Photoshop, ik wil no disrespect naar mensen die dat goed zijn in Photoshop, maar als je het heel destructief doet, kom je er nog altijd mee weg. Mm-hmm. Is dat ideaal? Nee, hè. Doe dat please niet, maar het kan wel. After Effects niet. Ja, genadeloos. Ja, dat is direct afge... Oh. Nou, je zit direct kapot. Oké, laten we een keer artist review posts maken, hè. Yes, alright. Normaal gezien ziet iedereen hier momenteel mijn After Effects. Dus zoals ik daarnet ook al heb uitgelegd, heb ik eigenlijk alles onderdeeld in twee hoofdstukken. Gewoon een startfile. Deze file kan ik ook met jullie delen. Zijn jij nog mee? Ik ben mee. Ik ben nog altijd beschaamd over het feit dat ik vergeten ben dat jij vorig jaar een sessie had. Ja, ik was een beetje eigenlijk. Maar bon. Echt. Ik ga nu deze nog een minstens een jaar lang blijven. Ja, en ik ga het zo hard goed maken. Dus echt. Oké, goed. Dus hier staat eigenlijk al een design in. Waar komt die design origineel gezien vandaan? Vanuit een Illustrator dat ik heb geïmporteerd en heb ik alles al wat klaargezet. Waarom heb ik dat klaargezet? Omdat je er soms al wel even aan bezig zit. Om dat proper te zetten en om dat allemaal te gaan importeren. En dat was eigenlijk vorig jaar, was dat mijn hoofddingen van hoe dat je alles gaat importeren. Dit jaar ga ik het meer doen op echt de nitty-gritty. Ik kan een beetje wel workflow tipjes en zo van die dingen geven. Allereerst, ik weet niet of dat... Jij hebt After Effects recent nog eens open gehad. Mm-hmm. Jij wordt bezig met swatches erin te krijgen. Mm-hmm. Dat is een merk, hè. Ja, dat was tof. Die bestaan niet in After Effects. Je hebt geen global swatches, mm-hmm. gelijk als in InDesign, gelijk als Illustrator. Dat gaat gewoon niet. Mm-hmm. Nu, er is wel een workflow die dat je kunt toepassen. En dat is als je hier nu wordt, ik ga nu eens heel even terug gaan naar... Ik was het al bijna vergeten. Dat Colors RGB. 4 uur in doorgebracht dat in After Effects. Heb je dat verdrongen of wat? Voor een gradient te maken. Dat komt zelfs. Oké, dus als ik hier nu zou gaan richting mijn library en ik sleep hier nu een file in, dan is dat gewoon mijn artwork waarin dat gewoon allemaal verschillende kleine swatches in zitten. Ik vind dat redelijk gemakkelijk dat die hier gewoon al in staan. Waarom? Ik ga nu eens even inzoomen, niet uitzoomen. Dan ga ik hier gewoon altijd van op kunnen gaan colorpikken. Nu, het grote nadeel is natuurlijk, ja, als ik deze zou gaan uitrenderen als de video, ja, dat wordt mee uitgerenderd. Vandaar wat doe ik heel vaak gewoon een rechtermuisklik en er een guide layer van maken. Een guide layer kent iedereen vermoedelijk al wel van het InDesign, Illustrator, Photoshop, alles. Gewoon die, meestal zijn dat cyanlijnen die dat er dan zo staan, gewoon helplijntjes. Guides. Ja. Nou, echt gewoon de guides. Als ik hier nu gewoon op guide layer aanklik, dan wat er ook gaat gebeuren, ik ga dat uitrenderen, dat gaat nooit zichtbaar zijn op de render. Dat vind ik een hele gemakkelijke
tussenoplossing, ik weet het. Maar in ieder geval wel een mogelijke variant om dat hier te gaan kijken. Dat heb ik hier nu al klaargezet voor jullie. Dat is een non-printing layer voor de Illustrator en InDesign. Ja, ja, maar non-printing, dat is een beetje raar natuurlijk in Motion Design. Ja, maar het is wel guides. Oké. Okay. Voilà. Die daar op een leer staan. Ja, ja, zijn er mee nog altijd? Ja, het is allemaal goed. Oh, ik ga nu blijven koeieneren. Goed, ik ben me nu al aan het amuseren, dat is eigenlijk. Goed, als ik hier nu eens kijk naar mijn animatie. Ik ga één ding allereerst al eens openzetten. Dat is mijn Essential Graphics paneel. Als ik dat nu openzet, dan ga ik hier kunnen gaan kijken. Hop. Hierin ga ik eigenlijk al mijn soort van controllers gaan inslepen. Wat is er heel belangrijk? Dat je natuurlijk gaat zeggen op welke comp dat gebaseerd mag zijn. Dus ik ga hier selecteren Design Start, want ik ga hem daar vandaag op werken. Ik ga allereerst ook al eens even saven, want After Effects kan soms al eens even crashen. Maar bon. En hierin zou ik dan perfect mijn teksten en mijn kleuren en al die dergelijke dingen kunnen gaan importeren. Wat wil ik daarmee zeggen? Ik zal dat gewoon eens even hier laten zien bij mijn tekststorm zien momenteel. Als ik hier nu gewoon op deze dingen kan open trillen als het ware, tot bij de tekst heb je hier een source tekst. Dat kun je niet super goed animeren, maar wat je wel kunt doen is je kunt dat wel met een soort van hold keyframes erin gaan zetten. Dat is momenteel niet hetgeen wat we gaan doen. En het enige wat ik wil doen is een soort van template maken waarin dat je dan in een invulveld gaat kunnen zeggen, door dat gewoon vast te pakken, kan het gewoon zo even laten zien. Wat dat die een tekst mag zijn. Bijvoorbeeld hier, standaard neemt hij de naam van de layer. Deze eerste kolom, dat is eigenlijk gewoon hulpmiddelen voor mij om te weten veldnaam. Wat moet daar nu eigenlijk staan. Inderdaad, een veldnaam. Uw klant gaat dat nooit zien. Ja. Het is misschien iets vatbaarder voor niet-After Effects gebruikers. We zijn variabelen erin aan het steken. Ja, ja. Variabele velden, hè, die dan aangepast kunnen worden. Ik zal dat hier nog even laten zien. Ik ga eens even terug gaan aan mijn PSD-layer zetten. Hierin staat een andere artiest dat wij straks nodig gaan hebben, is Moderat. Als ik dat daar nu gewoon intyp, dan wordt je tekst hier instant aangepast. Dat is al de hele essentie eigenlijk van het Essential Graphics Pack. Wat dat wel nog gemakkelijk is. Ik heb hem nu nog niet door. Oh, goed. Ik heb begint zo'n beetje last te krijgen van die diepke, denk ik. Ja. Ja? Praktisch chocolaatje. Ik heb dat wel geprobeerd, maar je kunt er dus niet echt mee gommen. Ik stond hier wel op een eraser toe, maar dat gaat dus niet. Ik ga dat zelfs wel doen. Als ik het jouw kindje noem. Stukje. Ja. Ja. Oké. Okay. Van de mensen nog knappen. Ja, alleen dat. Ja, die gaan mij wel nog even maken. Maar mag Glenn, ga ik u mijn microfoon uitzetten, hè? Dan kan ik ook wat knabbelen. Ja, welke smaken er, hè? Dat maakt niet uit. Maakt niet uit? Oké. Okay, ja. Aardbeien. Oké, okay, goed. Zit er een gouden wikkeling of niet? No, dan is het misschien gewoon. Ja, sorry. Goed, het concept van een Essential Graphics zit daarin. Ik ga nu eerst eens even gewoon, ik ga een beetje van achteren naar voren gaan beginnen. En ik ga mij gewoon eerst even gaan focussen op mijn achtergrond. Wat is dat? Dat is gewoon een rechthoek met een gradient fill erop. Als ik dat nu ga open doen, en ik zou hier nu gaan proberen te gaan kijken en ik zou mijn kleuren erin willen gaan zetten, dan gaat dat niet. Dat is een heel groot ambetantigheid zo gezegd aan deze workflow. Als er een gradient binnenin je object staat, die kun je niet aanpassen. Maar je kunt er wel rondwerken. Dus ik ga dat eens even doen. Hoe gaan we dat doen? Door te gaan werken met een effect. Dus ik ga hier naar rechts, effects en presets. Ik wacht even op mijn horloge. Voilà. Ik tap daar in gradient. En dan sleep ik eigenlijk gewoon op deze laag van background, sleep ik gewoon een gradient ramp. Dan krijgen we de super fantastische, super lineaire gradient. Maar wij kunnen gewoon elk puntje gaan verzetten waar dat wij willen. De andere die staan meestal hier van onder. Dus ik ga die nu gewoon eens even tot naar hier gaan zetten. Zo en zo. En je gaat dat hier zien, omwille van het feit dat ik een layer heb geselecteerd waarop dat er een effect op staat, kan ik hier, en dit is een hele belangrijke, kan ik elk van die properties gaan animeren. Wat het heel gemakkelijk maakt. Ik ga dat eerst even laten zien door gewoon al mijn kleuren te gaan aanpassen. Dus ik colorpiek van die kleur naar, ik ben eens even aan het nadenken, wat is dat die kleur?
Blauw naar magenta. Van blauw naar magenta? Ik ga niet even gaan spieken. Ja, niet helemaal. Ik spreek mee. Maaf. Maar hij is gewoon andersom. Dus ik ga hier gewoon even op de knop swap colors duwen. Hop. En dan ziet u er al grotendeels aan. Zing nog mee? Ja. Goed. Als ik hier nu dat effect ga selecteren, dan kan ik hier perfect keyframes op gaan zetten. Op de start of ramp en op de end of ramp. Dat zijn eigenlijk gewoon die twee icoontjes hier. Dus ik heb die nu allebei vastgepinkt. Een shortcut dat ik heel vaak gebruik is gewoon de letter U op mijn keyboard. En dan ga ik gewoon, wanneer ik die laag heb geselecteerd, al mijn openstaande keyframes zien. Nu, ik weet, ik heb eigenlijk helemaal een file zo opgesteld dat die 10 seconden lang gaat duren en dat er 30 frames per seconde zitten. Dus eigenlijk uitgerekt zijn dat 300 frames. Als ik hier nu propertjes in het midden zou gaan staan, ik kan gokken dat ik op 5 seconden ga staan, maar ik doe dat niet graag. Ik type dat veel liever hierin. Als ik nu gewoon 5:00, dus 5 seconden 00 frames, en ik duw dan op tap, dan gaan we een timeline indicator instant daar staan. Als ik nu bijvoorbeeld dit puntje ga vastpakken en deze ook, ik weet niet wat dat gaat geven, maar we gaan eens een keer kijken. En ik ga dat nu eens een keer afspelen. Dan gaan we zien dat onze achtergrond zo een klein beetje subtiel is aan het bewegen. Heel subtiel, maar maakt niet echt uit. Vanaf dit moment in de tijd, ja, er is niks meer aan het bewegen, want er staan geen keyframes. Nu, jij weet dat waarschijnlijk al, want ik weet dat jij me er altijd mee coïneert, om het zo te zeggen, dat ik wel een fan ben van expressions. Ik vind dat wel gemakkelijk. Expressions? Ja. Expressions is eigenlijk een klein beetje gebaseerd op JavaScript, waarbij dat je eigenlijk met een soort van code gaat kunnen gaan zeggen wat er moet gaan gebeuren. Dus in dit geval, wat wil ik eigenlijk hebben? Ik zou eigenlijk graag hebben dat dit de perfecte loop wordt. Wat deed ik vroeger, vooraleer dat ik expressions gebruikte? Dan nam ik deze keyframes en ik kopieerde die helemaal naar de achterkant. Dat is een plebeian way of thinking natuurlijk. Dus vandaar gaan we dat dus niet doen. Ik ga dat doen met een expression. Als ik nu gewoon op option of alt en dan op dat keyframe icoontje gaan duwen, kan ik hier mijn expression gaan intypen. Wat is dat? Een loop. Dus ik typ gewoon al in loop en heb je twee soorten, een loop in of een loop out. De loop in gaat eigenlijk al hetgeen wat voor de bestaande keyframes gaan loopen en nadien stopt hij. In ons geval hebben wij een loop out nodig. Zijn er diezelfde keyframes, die worden gewoon naar de achterkant gekopieerd. Okay. Dat is hetgeen wat we nodig hebben. Dus een loop out. Oké. Selecteer, ik duw op enter. En nu hebben wij nog, ik kan je zeer even een klein beetje gaan inzoomen. Hebben wij er nog, je hebt er in totaal 4 methodes om effectief een loop te gaan krijgen. Je continue, waarbij dat er gewoon iets van links naar rechts gaat en dan opnieuw terug het begin. Keyframe, dat gaat helemaal zo geswitcht worden. Wat we eigenlijk nodig hebben is een pingpong. Want als je kijkt naar een pingpongmatch natuurlijk, dat balken begint aan de ene kant, dan wordt opgeslagen. En reversed. En hij reversed dan iemand dat. Want de slice van een pingpongmatch en dan staat hij maar aan de ene kant. Dus oké. Okay. Als ik nu hier op pingpong druk, hop. En ik ga dit nu, dat is een beetje te neig ingezoomd. Ik ga deze nu afspelen. Dan ga je eigenlijk zien dat die in zijn geheel, ik moet hem hier ook nog op toevoegen, denk ik. Ja, ik ga hem hier eens copy-pasten. Ook op die property. Nu is hij eigenlijk gewoon de perfecte loop. Voor dat wat duidelijker te maken, ga ik hier eens even die dingen aanzetten. Voilà. En dan zie je eigenlijk gewoon, een beetje sneller doorgaan omwille van het feit dat anders wat te subtiel is. Dat is eigenlijk een perfecte loop geworden. Ja. Dat is al een super basic animatie met een expression. En als nu mijn klant zegt, zeg maar vriend, kun je dat nu eigenlijk een beetje rapper doen bewegen? Dus ik heb geen enkel probleem meer. Want wat ik gewoon kan doen, is ik ga dat nu bijvoorbeeld dubbel zo snel laten afspelen. Als ik dat nu hier gewoon op 2 en dan hoeveel frames per seconde zou doen? 30. Ja, dus een helft ervan. 2:15. 2:15, klopt. Typen wij dat gewoon in. Dan nemen wij hier die twee keyframes. Bats. En dan zetten we die tot daar. Ben je nu trots op? Ik ben nu heel trots op je. Ja. Dus nu zijn eigenlijk deze twee keyframes, worden die daar gewoon achter gezet. En dan oneindig achter gezet tot aan het einde van die timeline. Hetzelfde wat er hiermee gebeurt. Dus nu hebben we hier al gewoon een animatie op de achtergrond, die beweegt al gewoon een klein beetje rustiger. Als ik nu ga kijken naar mijn logo, zou ik ook graag hebben dat dat een klein beetje beweegt. Dat moet niet super naar zijn, maar gewoon een klein beetje.
Waarvoor ga ik dat gebruiken? Ik zou dat graag hebben dat dat eigenlijk gewoon zo'n klein beetje van boven naar beneden. Maar alleen maar van boven naar beneden. En ik ben iemand, ik doe dat veel liever eveneens met een expression. Waarom? Uiteraard. Omwille van het feit dat ik gewoon veel minder keyframes heb dat ik mee moet gaan rekening houden. En de keyframe geeft u heel veel controle over wat er moet gebeuren en wanneer. Maar soms kan u dat heel veel tijd kosten natuurlijk om tot daar te gaan. Dus ik selecteer even deze laag. Nu op de letter P voor alleen maar de position te laten zien. Hier in mijn timeline weer. En de position die wordt altijd gespecifieerd door twee getallen, een x en een y-coördinaat uiteraard. Als ik dat nu zou willen gaan opsplitsen met separate dimension, dan heeft hij die gewoon opgesplitst. Nu, als iets van boven naar beneden gaat, het enige wat ik dan ga moeten gaan aanpassen is hier dit. Ik wil graag hebben dat het zo klein beetje zo gelijk als deze, een beetje random zoals zweeft. Dan gaan we dus opdoen met een expression. Dus wederom los hetzelfde. Option of Alt op mijn Y-position. En dan ga ik een andere expression op toepassen, genaamd Wiggle. Dat doet exact wat je zou gokken dat dat moet doen. Dat wiggelt gewoon een beetje. Dat gaat gewoon een beetje random verplaatsen. Dat is exact hetgeen wat ik nodig heb. Een wiggle bestaat eigenlijk uit, zullen we zeggen, twee parameters. Je hebt een frequentie en een amplitude. Frequentie wil zeggen hoe vaak dat die animatie moet gebeuren. Dat is altijd per seconde. Dus ik nu hier... 2 zou in tap. Ik ga dat nu gewoon eens even doen. En dan zet ik een comma, want dan gaat het naar de volgende parameter, als het ware. En dan zet ik bijvoorbeeld 15, dan gaat die 2 keer per seconde 15 pixels maximaal naar boven en naar beneden gaan. 15. Voilà. En als ik dat nu ga afspelen, dan gaan we zien dat die eigenlijk hop, een beetje random is aan het bewegen. Ook geen moeilijk, hè? Dus je zegt mij, als je nu graag zou willen dat die sneller zou moeten gaan, ja, dan ga je eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat je eerst je frequentie hoger gaat zetten. Als je dat hier op 10 gaat zetten, dan gaat die gewoon veel vaker. Hop, 10. Hopsa, dan wordt dat heel wat epilepsie-achtig, om het zo te zeggen. Misschien daar een klein beetje mee oppassen. Ja, voilà. Ik ga even zo'n duo aan 2 en 15, was eigenlijk voor mijn part al redelijk goed. Goed, we hebben eigenlijk nu al heel snel ons logo geanimeerd en onze achtergrond. Die zijn eigenlijk al klaar. ik zou wel graag hebben dat eigenlijk in mijn template, nu dat ik erover stilsta, dat ik mijn kleuren kan aanpassen van mijn achtergrond. Dus, als ik hier nu gewoon mijn startcolor neem, dan zou ik durven gokken, maar dat is fout, dat je die hier rechtstreeks eruit kunt slepen. Dat gaan we. Je kunt dat niet vastpakken. Ik weet het, ik heb het geprobeerd. Je hebt mij er inderdaad de recent al iets over gezegd. Er zijn twee manieren om dat te lossen. Oftewel, rechtermuisklik en dan revealing timeline. Hop. Dan gaat die helemaal naar een timeline gaan, naar die property waarin dat in staat. Dat vind ik ook al wat te veel moeite. Dus ik doe dat eigenlijk veel liever rechtermuisklik, add property to essential graphics. Bats, die staat erbij. Met een end color doe ik los hetzelfde. En dan heb ik nu eigenlijk in een soort van controller, die dat ik ook ga kunnen gebruiken om een color pieken, kan ik echt gewoon los mijn achtergrond gaan aanpassen van kleur. Goed, ik ga nu eens even een doen, zodanig dat alles gewoon propertjes hetzelfde blijft. Dan gaan we nu doorgaan naar het volgende. Als ik kijk naar mijn torus die dat, ons goede collega Elken heeft opgemaakt, dan heeft hij die eigenlijk gewoon allemaal opgemaakt. En die heeft die gemaakt met allemaal aparte strokes. Ja. Ik ga er nu eens heel even gaan inbreken. Binnenin mijn layer, genaamd Torus Wireframe. En bij de contents gaan we zien dat die eigenlijk elke strook heeft die er apart in zit. Ik zou die technisch gezien allemaal manueel kunnen gaan animeren, maar dat is wederom te veel moeite van. Veel waar. Voilà. Het zijn er 106, dus ik wil niet 106 en dan minimum 2 keyframes. We hebben nog even. Nee, daar hebben we niet genoeg tijd voor, denk ik. Dus wat ik dan eigenlijk veel liever ga doen, vanaf het moment dat ik een strook zie en ik zou dat graag willen animeren, dan denk ik eigenlijk al bijna altijd aan een trim path. Want wat gaat dat eigenlijk doen? Een strook heeft gewoon, zullen we zeggen, als jij een strook trekt in Illustrator, heeft dat gewoon een lijn zogezegd, heeft dat gewoon een startpunt en een eindpunt. En ik wil animeren dat dat eigenlijk zo een eindpunt korter wordt. Ja. Bijvoorbeeld. Dat noemen ze een trim path. Heel belangrijk, doe dat alleen maar op strokes, want als je dat doet op een film, dat is belachelijk lelijk. Okay. Dat is niet aan te raden.
Dus uw illustrator, die hebben we heel gezien, die Toris, die een halve donut hier heeft opgemaakt. Please zegt niet dat hij zijn outline stroke moet hebben toegepast. Dan gaat heel deze effectje. Ja. En dus ook, het mag wel al in Illustrator in al die stukjes opgedeeld zijn. Dat mag. Want als je dat niet doet, dan heb je effectief minder paden, maar langere lijnen om te animeren. Ja, veronderstel klopt, ik dat. Klopt, ja. Klopt. Dus opbouw in Illustrator is ook heel belangrijk. Ja, zeker in After Effects. Ik weet daar ook, je kunt je line direction aanpassen en zo in Illustrator effectief. Dat kan hier dus ook. Kan hier ook. Nu, bij deze gaan we dat niet super duidelijk zien. Waarom? Ja. Omdat die allemaal zo op elkaar liggen. Ja. Maar ik wil maar zeggen, het zijn dingen dat je in Illustrator allemaal al aan kunt denken, ja, voordat je dat in After Effects erop maakt. Ja, absoluut. Als je echt je best doen. Ik kan dat niet aanraden, maar je zou heel veel kunnen tekenen in After Effects. Mm-hmm. Niet aan te raden, mm-hmm, maar het kan. Ja. Oké, okay. Long story short, ik ga hier naar mijn contents en ik doe hier op add en dan trim path. Dan vink ik dit hier even open en ik ga eens heel even hier gaan inzoomen op. Als ik hier nu gewoon deze waarde animeer van 0 naar 100, ik ben dat nu gewoon even rap aan het vastpakken. Dan gaat dat precies lijken zodat heel die toren zo voor je ogen wordt getekend. Nu, deze kun je ook gewoon perfect keyframe. Dus als je nu gewoon keyframe van 0 naar, zullen we zeggen, op 20 frames. Een shortcut dat ik heel vaak gebruik voor ineens met 10 of 20 frames of zo te doen, is shift, appeltje en een pijltje voor ineens met 10 frames naar voren te gaan. Ik wil dat dat redelijk subtiel is. Dat mag overspreid zijn over 20 frames. En dan mag mijn eindpunt van 0 naar 100 worden geanimeerd. Cool. Hopsa. Dus je wordt zowat opgetekend. Okay. Combineer deze natuurlijk met de kennis die we ook al hebben over loop-outs. En dan kunnen we wederom, voilà, de pingpong, zijn we zeker. Dus terug, los hetzelfde nu. Loop-outs, pingpong. En nu dat je die 20 frames hebt gekozen, moet dat dan ook uitkomen in je totale speeltijd? Ja, dat moet wel uitkomen. Ja, dat is wel een belangrijke. Anders krijg je een schok. Ay, dat klopt. Een glitch op tijd. Klopt, klopt. Okay. Want ja, natuurlijk, wij is een loop natuurlijk. Dat wil gewoon zeggen, in het begin en eindpunt hetzelfde moet zijn. Voilà. Hij moet inderdaad een volledige, ja, volledig loopje kunnen maken, anders gaat het zien. Zo. Dus eigenlijk is dit nu ook al instant geanimeerd, zonder dat ik eigenlijk veel heb moeten doen. Ik kan nu precies toch wel verspreiden over 1 seconde, want ik vind het precies een beetje te snel aan het gaan. Zo. En wat ik ook ga doen, is ik ga even die keyframes easen. Doet dat. Dat is een super gemakkelijk. Je kunt dat oftewel doen met de functietoets F9 en dan heeft hij dat instant ge-easy-ease. Easy-ease. Je kunt ook gewoon rechtermuis klikken, niet op een object of whatever, maar rechtstreeks op je keyframes, keyframe assistant en dan easy ease. Wat gaat dat eigenlijk doen? Als ik nu bijvoorbeeld naar u ben ontwaven, ik leg dat altijd zo uit in mijn les, als ik naar u waaf zo gezegd, mijn hand gaat nooit constante snelheid hebben, ik ben geen robot. Dat moet eerst een klein beetje versnellen en dan zit dat op zijn maximale snelheid en dan moet dat vertragen. Ja. Zo vergelijk ik dat heel vaak. Of als ik in mijn auto zit en ik geef gas, ik rij niet instant 70. Ik moet me altijd accelereren. Nee. En als je er op licht komt, moet je ook alsnog dan decelereren. Ja, klopt. Moeilijke woorden. Het is een woord. Ja, het is een woord. Dus vandaar, ik ga op mijn rem trappen en ik ga vertragen. Voilà. Goed, zo. En dat is dus eigenlijk gewoon al je easy ease. Dus dat is al redelijk, wederom redelijk subtiel dat dat al is geanimeerd. Vind ik al wel een hele gemakkelijke. Hop. Ik zie even dat ik niks heb geselecteerd. Ik doe even op de letter U. En dan zie ik van alle lagen tegelijkertijd al uw keyframes staan. Yes. Nu is even terug open. Nu ga ik eens kijken, wat zou ik graag moeten gaan animeren? Ik ga het allereerst gaan animeren en nu ineens valt mijn oog op iets, zijnde dat er hier nog een stuk van die cirkel te zien is. Dat willen we niet natuurlijk nu. De meeste mensen die de After Effects het voorbije, moet ik even snel, voorbije half jaar hebben opengehad, zullen wel weten dat dit daarin zit. Nu, dat is nog maar iets redelijk recent, maar ik ga het eens even laten zien. Als ik nu zie dat ik geen enkel laag heb geselecteerd, ik doe op mijn rectangular marquee, en ik teken gewoon een shape, ik zie of dat een volledige fill heeft. Hop. Een volledige fill. Die kleur maakt totaal niet uit. Ik noem die layer even gewoon mask. Ik ga dat gebruiken als een masker om dingen weg te gaan halen. En ik zet die even gewoon compleet van onder.
Dat wordt gewoon totaal bedekt eigenlijk. Als ik nu ga kijken met een orb, die bestaat eigenlijk uit twee lagen. Ik heb hier een nieuw drop-down menu, genaamd de trackmatten. Daar moet je eigenlijk gewoon selecteren door wat het dan mag worden weggegrond. Dat is een heel groot verschil tegenover Photoshop. Een masker hangt bijna altijd vast aan je laag zelf. Ja. Vanaf nu in After Effects is dat niet meer zo. Kun je die laag zetten waar je wilt? Ik kan dat je zelf even laten zien. Als ik hier nu op Apply duw en dan op de deze, heel even snel, ik op de gradient ook. Ook op Mask. Voilà. Dan ga ik zien dat dat proper wordt uitgesneden. Dat ding staat er gewoon niet meer. Dat staat er op de achtergrond nog wel, maar die wordt gewoon bepaald door dit object. Als ik dit object hoger zou zetten, dan gaat dat gewoon meer gaan wegknippen. Waarom is deze een klein beetje revolutionary? Om de simpele reden dat vroeger had jij ook een kopie nodig van dat masker en moest altijd er bovenaan staan. Dat wil zeggen, als jij meerdere objecten door één masker moet laten uitknippen, heb je allemaal een kopie nodig van hetzelfde masker. Dat is retarded. Want dan heb je soms 20 maskers die dat eigenlijk in C hetzelfde zijn. Dus dat is een beetje te stom natuurlijk. Goed, ik ga dat veiligheidshalve ook even doen op mijn foto. Hop. Dus als ik nu mijn foto zou vastpakken, ik zou die eronder doen, maakt niet uit, die wordt gewoon sowieso weggeknipt. Bij deze foto was die nu niet meteen nodig, maar we kunnen dat zeker en vast wel toepassen. Oeps. Zo, ik ga eens even op zee duwen. Voilà. Alright, als ik nu kijk naar mijn foto, wat zou ik allereerst sowieso graag willen hebben, dat is dat je die foto gewoon in mijn template gaat kunnen gaan aanpassen. Dus, hoe doen we dat? Ook iets wat redelijk recent is. Je zou kunnen zeggen van oké, kan ik dat gewoon van hieruit rechtstreeks erin slepen? Nee, je kunt gewoon die laag in zijn geheel pakken en die daarin slepen. En deze noem ik bijvoorbeeld Artist Pick. Pick. Voilà. En hier heb je ook nog je default scaling dat je zou kunnen doen. Scale to fill, scale to fit, scale to fit. Ja. En die eigenlijk niet elke zou we kennen in InDesign. InDesign ook. Ja. Klopt. Frame-fitting options. Frame-fitting options. Zeg dat eens 5 keer achter elkaar. Frame-fitting options. Frame-fitting options. Ja? Frame-fitting options. Frame-fitting options. Frame-fitting options. Oké, okay, is goed. Jij kunt dat beter als ik. Ik zeg dat 20 keer per dag, denk ik. Oké, okay. Random. Maar oké. Okay. Dat jij expressions zegt. Ja, expressions. Ja, expressions. Goed. Dus dat mag sowieso mee met een template gaan zitten. Dat vind ik al top. Wat ik ook wel wil doen, is natuurlijk wel die mens, in dit geval Stormzy. Ik ga dat even terug aanpassen, want mijn OCD kan er niet aan dat dat niet moderat is, maar dat dat Stormzy is. Voilà. Oei, in een enter. Voilà, check. Je staat hier terug. Beter. Veel beter. Hè? Nu, voor die foto te gaan animeren, ja, die kan ik deze allemaal manueel gaan animeren, maar ik wil gewoon dat het zo met een soort van flickering animatie erop komt te staan. Perfect. Maar als ik dat nu gewoon hier eens even ga intypen, flikker, met een CK natuurlijk, en dan doe ik hier bijvoorbeeld bij, gaan eens kijken. Transition dissolves flickering opacity at layer in. Ik sleep dat effect. Dat moeten die wel zijn. Ja. Dat kan niet anders. Ja, dat is gewoon een gemakkelijke. Ja. Die heeft eigenlijk een, het komt er weer al bij. Met allemaal expressions heeft hij er eigenlijk gewoon allemaal gelinkt aan controllers die dat er op die laag staan. Ik ga die niet allemaal uitleggen. Het werkt gewoon. Okay. Dat is perfect. Dat vind ik goed. Ik heb het al moeilijk met dat effect zoeken. Je tapt daar flikker in en dan krijg je 20 resultaten. Ja, je krijgt er heel veel. Ik bedoel. Daar ben ik het mee eens. Na een tijd ga je wel weten van, ah ja, oké, dat is een dier, dat is een dier. Want die staat onder het hoofdstukje Transitions and Dissolves. Ja. En omwille van het feit dat erachter staat Add Layer In, vind ik een fantastische. Waarom? Als ik hier nu, ik kan hem nu gewoon eens even laten zien, dus dat flikkert een klein beetje in. Maar als ik nu mijn layer meer naar van achter pak, die keyframes, er staan geen enkel keyframes op. Dat is puur met expressions gemaakt. En je gaat gewoon rekening aan met vanaf wanneer dat die een layer in zichtbaar is. Dat vind ik op zich al wel een gemakkelijke. Ik zie dat je hier exact op 1 seconde staat en vanaf dan mag met een Stormzy de foto erbij komen. Voilà. Dus ik kan nu wel zeggen van kijk, eigenlijk
de flickering, dat mag sneller zijn of whatever. Dan is dat hier gewoon bij je animation in duration. Kun je gewoon zeggen, bijvoorbeeld, dat mag je over 5 seconden verspreid zijn en flikkeren. Ja, goed. Dat is wat veel, hè? Maar dat je dus 5 seconden lang flikkeren. Oké. Okay. Ah, en nu is hij dus gestopt. Does that make sense? Goed. It does. Het does, hè? Geen waanzinnige rocket science. Waarom? Er is een preset en je werkt redelijk goed. Als je de tijd niet kunt besparen, doe dat. Dat doe ik toch. Goed. Mijn storm is nu ook al mee geanimeerd. Wat gaan we nu doen? Ik stel voor dat we ons nu ook eens even buigen over een animatie die dat, ja, natuurlijk gaat bepalen hoe dat onze tekst gaat zijn. Natuurlijk. Zou het stom zijn dat die al continu in beeld is? Die moet ook een beetje ingeanimeerd worden, dat de mensen niet instant al zien wie dat is. Na de foto. Dan kunnen ze nog even uit de raadspellen. Ja, zonder dat? Ja. Ja, oké, okay, dat is goed. Dan past de naam. Ik wil graag hebben dat als waar erop wordt getypt, precies. Mm-hmm. Ik kan het manueel doen, maar er is een preset voor. Dus animate in en dan typewriter. Oh. Voilà. Als ik dat nu terug ga afspelen, dan is dat gewoon op, dat dat op wordt getypt. Ik doe eens even terug op mijn letter U. Want normaal gezien heeft hij deze gedaan op basis van keyframes. Als ik die keyframes nu op 1 seconde zou zetten, dan gaat die sneller worden opgetypt, uiteraard. Voilà. Nu, nou, ik weet niet hoe dat ziet met u, maar ik vind deze nog altijd een beetje te clean. De tekst toch in ieder geval. Dus ik zou dat veel liever hebben dat het zo'n beetje zo'n pixelated effect krijgt. Ja, dat hoort bij onze stijl. Voilà. Nu, jammer genoeg noemt dat niet pixel, maar noemt dat mosaïek. Ik ga alles in Photoshop. Ja, klopt. Klopt. Hop. Wat gaat eigenlijk dat effectje zeggen? Ja, redelijk gemakkelijk. Dat gaat gewoon zeggen, herleid dat nu maar eens een keer naar blokken, als het ware, van 10 pixels. Als ik die nu bijvoorbeeld naar 50 zou zetten, 50 op 50, dan ga je zien dat hele ding zo'n beetje een grungy, lelijk, slechte resolutie versie wordt. Maar wederom, hier staan ook gewoon keyframable properties, dus ik kan die perfect gaan keyframen. Gaan we dat na de storm zien? Rob, na de foto. Na de foto, oké. Okay. Onze foto die is dan dus, en wanneer dat hem gedaan heeft met flikkeren of wanneer dat hem begint met flikkeren? Wanneer dat hij gedaan heeft. Oké, okay. We gaan die zelf even zien. Hè? De mensen even om te raden. Hè. Goh, ja. Toen we het als storm zien. Precies, die Pokémon. Dat is zo'n ding nu. Ja. Dat is misschien mijn generatie, nieuwe generatie. Die ja. Nou, misschien de mensen thuis dat Pokémon nog wel kennen. Dragon Ball Z generatie. Ja, oké, okay. Goed. Mijn letterke U, eentje die ik mega vaak gebruik. Sissy Pokémon. Deze is echt een andere discussie, moet ik wel van een avond wel voeren. Goed. Als ik nu mijn horizontal blocks gewoon ga aanpassen naar, ik zeg nu maar iets, bijvoorbeeld 1000, dan gaan we zien dat ineens hier een tekst semi-scherp is geworden. En als ik dat nu ga afspelen, dan gaat die eigenlijk poep, zo precies zo in de resolutie zijn gesnapt. Hmm. Is deze al wat beter voor u? Ja, of mag het later zijn? We kunnen dat later doen, hè? We kunnen dat ook trager doen. Hè? Ja, de naam na de foto, hè? De naam na de foto, oké. Okay, maar geen probleem, manneke. You have all the power, in tegenstelling tot CC Express. Hm? Dat is namelijk wel. Zo basic animaties waarvan je niet keiveld. Ik weet niet waarover dat je alright. Goed. We zitten dan dus hier. Eigenlijk beginnen we er al grotendeels te geraken. Mijn tekst, die kan ik hier gaan aanpassen. Mijn kleuren kan ik hier gaan aanpassen. Mijn foto kan ik gaan aanpassen. Dat zijn al mijn grootste essenties. Nu, het enige wat ik nog moet doen, is eigenlijk mijn orbs. Die hadden wel zo'n speciaal zo dat dithering effect, ja, dat ze wel nodig hebben. Dus dat zullen we ook eens even ervan opsteken. Elke heeft dat gezegd in haar sessie, dat ze eigenlijk twee shapes bovenop elkaar heeft. Dus gewoon een cirkel, ja, met een fill. En daarboven had ze dan nog het effect. Een masker en een effect op dat masker gezet. Klopt. Ja. We gaan nu iets gelijkaardig doen eigenlijk. Correct, Elke? Ik denk van wel, maar er zit een delay op natuurlijk. Dus okay. Zelfs komt dat ineens waarschijnlijk. Goed. Oké. Orb Fill Blue, wat heeft dat? Dat is gewoon, ik zal hem hier eens even aanzetten. Dat is gewoon dat lichtblauw
dat die een fill heeft. Maar die bovenkant, die staat momenteel in alle file als een gewone radial gradient. Dus ik ben nu hoog doen, kan ik die kleuren gaan aanpassen. Nu, er is één trucje wat ik ga toepassen. En dat is eigenlijk gewoon die bovenkant eerst even gewoon naar zwarte wit zetten. Mm-hmm. Waarom? Omdat die bij mijn volgende fase, wat ik ga gebruiken, dan toepassing gaat. Ik ga dat direct even laten zien. Dus deze kleur, die pas ik gewoon even aan naar wit. En die pas ik gewoon even aan naar zwart. En dan krijgen we dit. Ik geloof dat er straks de Jensie tijdens zijn sessie ook heeft gezegd over de hardmix blending mode. Mm-hmm. Dat gaan we hier eigenlijk ook toepassen. Als ik deze hier nu ga aanpassen, wop, hardmix, dan gaan we zien dat je zo een super lelijke bending krijgt, om het zo te zeggen. Nu, wat je ook zou kunnen doen, maar persoonlijk heeft dat niet echt waanzinnig mijn voorkeur, dat is om deze blending mode gaan gebruiken. En die zal, je kende waarschijnlijk al uit Photoshop, die staat net onder normal. Geen kat had dat ooit gebruikt, of toch niet zo vaak. Maar dan ga je eigenlijk zo een soort van noise patroonnetje krijgen. Nu, After Effects is een software die dat er ook een geanimeerde versie van heeft, genaamd Dancing Dissolve. Voilà, als je nu gaan afspelen, dan krijg je echt zo wat, ja, die lelijke noise als het ware. Ik word er wat zenuwachtig. Voilà, ik word er ook wat zenuwachtig van, dat gaat wat te snel. Dus vandaar wil ik persoonlijk alle controle erover. Dus ik zet hier even terug op naar Artmix. Die banding hier, die wil ik gewoon ook al eens een keer gewoon subtieler gaan maken. Hoe ga ik dat doen? Door er manueel een noise op te gaan zetten. Noise, en dan heb je er wederom ook een paar opties in. Diegene die wij momenteel gaan gebruiken is een Noise HLS. Waarom? Een Noise HLS, dat staat eigenlijk Noise voor Hue, Lightness en Saturation. Ik sta goed bezig. Ik ga die straks een sticker geven. Noise HLS, Orb Gradient Blue. Plaats. Nu gaat er nog niet. Nu gaat er nog niets gebeuren. Maar, en nu gaat het ook waarschijnlijk duidelijk worden waarom dat wij die ingredient wit naar zwart hebben gedaan. Nu moeten wij ons alleen maar bezighouden met die lightness hier. Als wij die nu vastpakken, dan hebben we eigenlijk alle controle. En je gaat gewoon kijken naar, ja, hoe zwart of hoe wit zijn je pixels. En wat moet ik daarmee doen? Als ik deze nu bijvoorbeeld op 50% ga zetten, dan krijg je allemaal een soort van stipple shading effect. Bij mijn noise kan ik gewoon zeggen hier, uniform, dat dat echt precies zo pixeltjes zijn. Ik zou veel liever hebben dat dat een grain wordt. Voilà. En ineens begint al heel erg op dat grungy effectje te komen. Ja. Goed, nu, ja, dat ding moest niet zwart zijn. Dat ding dat moest wel donkerblauw zijn. Dus dat gaan we ook eens even gaan aanpassen. Dat gaan we doen met één redelijk specifiek effect en ook een heel verwarrend effect. Waarom? Je hebt er twee. En er zijn maar twee letters verschil. Change color en change to color. Hetgeen dat je nodig hebt is change to color. Dus wat wil ik eigenlijk doen? Ik wil eigenlijk één kleur gaan aanpassen. Doesn't not compute. Ja, dat snap ik. Okay. Ze werken allemaal op een net iets andere manier. Okay. Voor deze best even een change to color. Want ik wil eigenlijk gewoon één kleur gaan transformeren naar een andere kleur. Okay. Akkoord? Welke kleur? Ja, zwarte. Dat zwart moet eigenlijk donkerblauw worden. Dus ik ga dat nu gewoon eens even 100% zwart. Waarom? In de ingredient was het ook 100% zwart. Die ga ik selecteren en die mag dan dus naar welke kleur? Kan ik... Donkerblauw? Blauw. Ja. Voilà. Lief klein blauw. Voilà. De color pick dat, maar er is juist nog niks gebeurd. Waarom? Je moet hier change gaan en je moet niet zeggen je moet alleen maar je kleurtint gaan aanpassen, maar je moet alles gaan aanpassen. Hue, lightness en saturation. Right, we beginnen dat al te krijgen en nu moeten we hier transforming to color aanzetten. En dan beginnen we al grotendeels dat juiste effect te gaan krijgen. Alles is nu terug naar blauw gezet. Nu, er straks die orb, ben ik u... Zit er nog mee? Het gaat zelfs dadelijk worden. Het is oké, Sean. Oké. In principe, wat we nu moeten doen, is eigenlijk ervoor zorgen dat we meer blauw hebben en dat je hier alleen maar zo'n klein beetje een highlight hebt. Als je kijkt naar onze assets die we hebben gegenereerd, dan is het een pakje donkerder. En dat gaan we perfect kunnen doen door eigenlijk je zwart en je wit waarde te kunnen gaan remappen. Hoe zou dat doen in Photoshop? Gradient overlay. Oeh, ja, dat zou ook... Nee, een adjustment layer, gradient... Ja. Dat zou ik kunnen doen. Layer. In deze ga ik het liever doen met gewone levels. Als je gewoon je zwart waarde zegt van hetgeen dat er grijs is, mag zwart zijn.
Dat vind ik dan wel een gemakkelijke. Krijg ik met een sticker nog? Ja. Maar je krijgt ook een negatieve sticker. Goed. Het hele rare aan die levels is eigenlijk, je knikt hier een klein stukje af. Voilà. Dat doet je altijd. Je kunt dat teambox zo breed mogelijk zetten, maar je knikt er altijd een klein stukje af. Als ik nu hier deze ga vastpakken, ga je zien dat ik echt meer dingen al in het zwart ben ontzetten. En dus door het feit dat die een change to color erop staat, naar het blauw ben ontzetten. Is dit al wel oké, of is dat wat te veel aan het schaken? Dat wordt een beetje te veel. Okay. Gewoon zoiets zijn. Ja. Goed. Right. Beginnen we er te geraken, hè? Maar die flikkering is echt wel lang. Ik ga die wel even aanpassen. Hop, waar staat mijn storm zie hier? Mijn flikkering. 2 seconden dan, is dat ook oké? Okay? Ja. Het is goed. Het is goed. Ja, het was echt een beetje te lang. Ja. Ik vind het altijd te lang, maar ik laat het gewoon zo dan om u tevreden te houden. Die kubus nu ook later dan niet meer? Of? Maar nu natuurlijk niet. Deze dat is gewoon omdat hij moet renderen. Ja, dat is gewoon omdat hij moet renderen, normaal gezien. Ja. Dat is gewoon een beetje subtiel, maar altijd aan het bewegen. Goed. Mijn kleur van mijn orp aan de achtergrond wil ik wel graag in de controle gaan aanpassen. Dus dat ga ik eigenlijk perfect kunnen doen door. Hoe staat hem hier? Mijn gradient hier, een change to color. Maar als ik die nu gewoon zelf eens nadenken, als ik nu deze kleur. Zie, ik doe het wel. Ik doe het zelf ook nog altijd. Voilà. En ik wil graag die kleur aanpassen naar op een lichter ding. Dan ga je deze krijgen. Wat je eigenlijk ook heel goed kunt doen, ik ga die er nu zelf even aanpassen, want ik vind dat de deuze dan niet superveel mogelijkheden biedt. Als ik hier nu gewoon deze ga aanpassen, nog een andere kleur, wat geeft dat dan? Dat is eigenlijk hetgeen wat we nodig hebben. Hè? Ik ga nu wel naar de juiste dingen color pikken natuurlijk. Hop. Deze fill kunnen we dus wel vastpakken. Dan ga ik nu deze gaan aanpassen in mijn Essential Graphics paneel, nog bijvoorbeeld dat. Dan hebben we eigenlijk ineens al een nieuwe orb gecreëerd. Ik ga eens even hier op fit. Okay. En al hetgeen wat ik wou doen, dat staat er eigenlijk al juist in. Al hetgeen waarvoor dat ik de macht wil hebben, om het zo te zeggen, staat hier al in. Ik noem deze even orb color. Voilà. Ik save opnieuw even. Voilà, alright. Nu hebben wij hier dus eigenlijk in de Essential Graphics Panel bij gezicht wat we allemaal mogen doen. Nu, je zou deze dus perfect kunnen gaan exporteren als een mogert, om die dan te gaan importeren in Premiere, voor bijvoorbeeld over een aftermovie of zo te gaan knallen, die dergelijke dingen. Maar ik ga eigenlijk meer rekening houden met een andere workflow. Ik zwier hier even alles uit en ik ga even gewoon naar mijn output. Nu even op appeltje in. Dat is dezelfde workflow als file new, composition, new composition. Op. Komt u mij vragen wat die afmeting mag zijn? Los hetzelfde. Maak dat ook maar 1080 op 1920. En dit gaat mijn template worden voor, wie was de volgende artiest? Moderat? Moderat. Voilà. Dat gaat hem mooi doen. Chance heb ik gesaved. Mm-hmm. Chance. Die moppen heb ik echt al te veel gehoord. Ik denk dat er hier een vriend van u goeiedag heeft gezegd trouwens. Een zekere Ruben. Ah, die ken ik wel. Ja. Mm. Ja. Dat is echt dat je een mooie vriend. Allee, dan is goed, dank u. Ik weet niet echt waar ik met die informatie moet, maar oké. Okay. Goed, dus ik heb nu gewoon eigenlijk een file klaargemaakt. Waarin daar nog niks in staan. Als ik nu gewoon die design start, waarop dat ik daar net heb gewerkt, hier in zwier, en ik open dat nu, dan heb ik hier bij Essential Properties al mijn mogelijkheden, die eigenschappen, die dat ik kan gaan toepassen. Yep. En ik kan die lokaal alleen maar op deze variant aanpassen. Ja, en je kunt die in Premiere dus ook gooien. Hoe wil je zeggen? Ja, in Premiere zouden die versie die dat je hieruit krijgt, die zouden dan best naar Premiere doen. Ja. Ik ben nu al eens in de After Effects aan het doen. Waarom? Ik ga dat direct wel zien waarom.
Staan met de source sticks erbij? Ja, die staat erbij. Dus technisch gezien heb ik hier nu gewoon op. Nee, ik ga hem anders doen. Ja, ik heb ook een beter plan. Ik heb nog een beter plan. Als ik hier nu gewoon terug een expression toevoeg. Op nog die een artist. Ene. Ja, nog een. Er is een expression op een expression. Veel expressions hè. Kan dat in zo aan. Veel, veel. Zolang dat je eigen brein het maar aan kan. Okay. En binnenin deze, dan ga ik één zeer specifieke expression typen. Discomp.name. En wat gaat er nu gebeuren? Je gaat eigenlijk op de achtergrond. Gaat hij gaan kijken hoe dat deze compositie noemt. En die gaat die een tekst gaan invoegen in uw source tekst. Als ik deze nu heb losgelaten, dan gaan wij hier eigenlijk al instant zien dat hij eigenlijk gewoon die tekst heeft aangepast. Als ik nu in deze gewoon even dupliceer met appeltje D. En ik noem die aan... The Kills. Voilà, en ik open die nu ook eens. Stap je een tekst hier ook al ineens juist. Wat? En als ik nu die gewoon straks even gewoon gaan exporteren naar media encoder, bats, dan kan ik er ineens, ik kan er nu mega snel andere varianten van maken. Dan maakt het wel heel gemakkelijk natuurlijk. Zelfs met die artist pick, ja, natuurlijk zou het stom zijn als de storm zie al die artiesten is, want dat kan niet. Mm-hmm. Hij is goed, maar hij is dat niet zo goed, denk ik. Goed, artist pick. Waar staat hem hier? Ik ga nu even hier naar mijn assets. Wie hadden we hier opgezegd? The Kills. Ja. Ik sleep die daar nu gewoon op. En nu wordt mijn afbeelding van The Kills aangepast. Wat heeft hij nu gedaan op de achtergrond? Hij heeft hij eigenlijk mee in een objectje gezet. Maar die is nu een klein beetje te klein en die wordt wat afgesneden. Om dat op te lossen, gewoon Artist Pick voor The Kills even openen. Gezien waarom dat hij het heeft afgesneden. Als we die nu gewoon... klein beetje kleiner zitten. En dan doen we die nu toe. Vergelijk een beetje gelijk als smart objects in Photoshop. Dan heeft die gewoon allemaal automatisch eraan gelinkt, maar net iets minder. Ik heb nu nog wel een klein foutje gemaakt, denk ik. Want volgens mij staat er niet proper aan de onderkant. Dat kunnen we natuurlijk allemaal oppassen. Allemaal opletten. Voilà. Dus nu is mijn artist reveal voor The Kills. Staat hier gewoon al perfect klaar. En heel mijn animatie is helemaal gewoon meegekomen. Vanaf hier om te itereren naar nieuwe artists is echt piece of cake. Right? Vet. Ja, dus begin het eigenlijk al. Zijn er al vragen geweest in de chat van... Ze durven niet. Ze durven niet gewoon? Ze durven niet. Ja, er is een vraag geweest over die presets of dat die zo in After Effects zitten, vraagt ja. Ellie van den Branden. En dat is inderdaad zo. Die zitten er standaard in. Ja. Wat dat wel een belangrijke is om te weten, ze zijn niet allemaal even goed. Mm-hmm. Als je ooit naar die effects en presets wilt gaan, ik ga hier eens even mijn searchbar uitzetten. Bij animation presets staan er redelijk veel. Je hebt je presets die daar standaard mee ingebakken zitten binnenin After Effects. Je kunt er ook voor je eigen dingen maken. Okay. Kun je dat perfect doen. Wat gaat erin opgeslagen worden als je een animation preset maakt, effecten die dat zijn toegepast en alles van keyframes? Okay. Dus je zou perfect eigenlijk heel deze stapeling als het ware van effecten die dat er bovenop die ingrediënten staan, zou je perfect als een animation preset erin kunnen gaan zetten. Met de keyframes en al er ook al op. Okay. Kan ook heel wat uit. En dan kun je dat op andere shapes zetten ook. Ja, klopt. De kubus kunnen dat perfect eigenlijk op die manier doen. Cool. Die staan hier standaard in, die zijn niet allemaal even goed. En die zegt dank u, maar ze moet er helaas van door. Oké, dat is goed. Hopelijk heb ik toch een antwoord kunnen bieden. Ja. Dat is al iets. Goed. Voor de rest nog andere vragen? Nee, ik denk het niet. Nee, momenteel niet. Dat een geweldig issue blijft bij Adobe, het 7, ja of nee, of crash. Zelfs op high-end PC's en Macs. Ja, en in After Effects merkte dat ook. Ligt aan de software, inderdaad. Ja. Ja. Want ik heb de nieuwe M1, M2. De M1 is. De M1 is. En die heeft dat ook. Jammer genoeg kunnen we daar niet superveel aan doen, eigenlijk. Alright. Ik ben nog eens aan het denken. Dan heb ik nog iets uit te leggen. Oh, ik ben één ding vergeten. Of kan ik er nu nog bij zetten, hè? En deze hier, zo die kredieterpatroontje. Mm-hmm. Als ik dat nu gewoon zou gaan openbreken,
En ik ga terug gaan kijken naar mijn contents. Eigenlijk heb ik los hetzelfde gecreëerd als er straks met die torus, die een halve donut. Nu zou ik graag hebben dat ze wat aan en uit flikkert, zo een klein beetje. Te vragen ook of dat je presets kunt downloaden, ergens aan toevoegen. Staat er op Envato niks van After Effects? Ja, soms wel, maar dat moet je al goed zoeken. Animation presets, wat je wel kunt doen, bij de nieuwe After Effects beta, die dat er, momenteel is nog in beta, maar die gaat binnenkort wel uitkomen, zijn er heel wat nieuwe user presets bijgekomen. En dan zitten er een paar bij die daar wel beter zijn. Okay. Als je alsnog eens een keer ooit dan mee wilt beginnen... Komen die uit de community? User presets? Ja, klopt. Ja. Dus je hebt er bijvoorbeeld één, dat is een kerel genaamd Jake in Motion, die heeft redelijk plezante tutorials. En ze hebben hem bijvoorbeeld gevraagd om daar animation presets te gaan maken en die deel. Voor de mensen die daar al eens een keer willen experimenteren met de nieuwe After Effects beta, want er zit één ding bij dat redelijk interessant is, dat is OBE, dus 3D-files rechtstreeks in After Effects te kunnen animeren. Okay. Dat is echt wel een world premiere, om het zo te zeggen. Je kunt dat perfect bij je Creative Cloud, gewoon daar beta-apps. Dat geldt voor alles, ook voor Photoshop en zo. Ja. Dus dat dek je nu eigenlijk wel een klein beetje in. Niet voor productiedoeleinden gebruiken. Beta, dus. Maar het kan wel een hele interessante zijn voor de nieuwere spullen al eens een keer toe te passen. Een andere, en dat is nu gewoon een kleine tidbit of information. Bijvoorbeeld Premiere Pro kun je automatisch laten ondertitelen. Dat werkt alleen nog maar op Nederlands en, wacht even, hè, Simplified Chinese en Russisch. Nee, niet op Nederlands, Engels. Ja, ik dacht dat wel. Ja. Mag toch toe wennen als een grote wereldtaal. Dus wat ik dan eigenlijk moest doen, is ik moest die dan automatisch laten ondertitelen. Hem zeggen dat het Engels was, dat klopte niet. En dan zelf mijn tekst invoeren, maar de timing klopte al wel van mijn captioning. Bij die data kan hem het instant in het Nederlands doen. Okay. En de paar filmpjes dat ik het al heb kunnen proberen, werkte hem redelijk goed. Top. Dus op zich kan dat wel eens interessant zijn. Goed. Dan ben ik... Ah ja, nee, natuurlijk niet. Je zit maar aan het afleiden, vriend. Ja, ik ging nog eens doen met die blokjes. Ja, gewoon even een klein beetje voor te laten zien. Maar oké. Uw collega zegt dan in het Frans vertalen nu ook in de beta. Ja, klopt. Ja. Klopt. Frans zit er inderdaad ook bij. Dank u, Ro. Animeer die blokjes. Ja, ja, ja. Juist. Oké. Okay. Concentreer dus. Ja, ja. Oké. Okay. Elk object dat er binnen in één groep zit, dat een subgroep is, heeft ook zijn eigen transform paneel. Als ik deze nu ga openvinken, ga ik alleen maar van dat objectje mijn opaciteit gaan aanpassen. Als ik deze nu ga animeren, van 0. En nu even van 0, op, niet van 2, maar van 0, naar 100. Dan wordt alleen maar dat één objectje in die animeerd. Dus dat is eigenlijk, gelijk als in Illustrator, is dat één layer met allemaal verschillende subgroepjes erin. Maar je kunt hier in After Effects kun je er perfect aan. Okay. Als ik deze nu ook gewoon eens een keer een loop out doe. En ik ga dat met mijn goede vriend de pingpong doen. Voilà. Dan begint alles wat te pinken. Okay. Om dat zo te zeggen. Voilà. En als ik deze nu gewoon allemaal zou kopiëren op al die dingen. Ik weet niet of ik hem instant zou kunnen kopiëren. Ja. Oké, dus die is nu allemaal op elk apart subgroepje, heb ik nu geanimeerd. Ik ben niet 100% zeker dat hij nu ook die expression heeft meegenomen. Ik ga eens even gaan inbreken. Maar ja, manneke, dat heeft hij ook meegepakt. Feest. Geweldig. Nou ja, natuurlijk. Alright. En als ik nu hier gewoon op letter U opnieuw duw, en ik ga nu eens even zo'n paar van die keyframes net iets of op een andere plek gaan zitten. Dat zijn er wel wat, hè, natuurlijk. Maar dan ga je eigenlijk een redelijk random animatie kunnen gaan krijgen. Die dat wel gewoon perfect doet. Nice. En op zich heeft dat eigenlijk niet veel tijd gekost, natuurlijk. Ik vind het wel vreemd dat je altijd geen nulobject gebruikt hebt vandaag. Moet je dat doen? Ja, dat is goed. Dat gooi je ook altijd zo graag naar ons. Ah, wel, we gaan dat doen. Layer, nieuw. Verwacht gewoon dat ik nu gebruiken. Je moet dat niet zomaar gebruiken omdat er is. Hè. Jawel, ik kan dat doen. Ik maak een nulobject aan en daarop ga ik een slider controle. Waarom? Ik zou eigenlijk graag hebben, ineens valt mijn ouder op, die achterkant is super statisch.
die orb die is niet aan het bewegen, die danst niet. En dat was eigenlijk wel een klein beetje het punt waar ik wou. Daarvoor ga ik allereerst een expression gaan toepassen. Hop. Ik weet dat mijn tijd er bijna op zit. Ik zie onze technische man al zeggen van... Paul anime. Ja, zo had het. Ben ik toch aan toe nu, vriend? Goed. Is het met een delay van 20 seconden. Ah ja, dat kan het ook wel zijn. Alright. Een klein dingetje, wat dat je, als je deze ooit zou moeten gaan animeren, gelukkig is wat we nu zijn aan het doen, en je wilt dat effectief zien bewegen, dan heb je eigenlijk een noise phase nodig dat je moet animeren. Oké. Okay. Dus we zitten terug in die noise HLS. Noise HLS. Daar heb je een noise phase. Ja, klopt. Goed. Oké. Okay. Optional valt van een expression bovenop de noise phase. Ja. En daarvoor gebruik je een expression genaamd time. Okay. Time wil gewoon kijken hoeveel tijd is er verstreken. En die waarde mag je maal 100, 200 zijn, whatever. Als ik nu gewoon time maal 200 tap, hop. Dan is het zo'n klein beetje op dansen. Ja. En nu zal ik mijn nul object eens bovenhalen, zijn vriend. Als ik nu op deze nul object. Waar staat hem hier? Hij staat daar in het midden. Ik zet daar een slider control op. Ja. En ik zet dat hier op die nul. Top. Wat is een slider control? Eigenlijk gewoon een volume knop, om het zo te zeggen. Heel zwart-wit gezicht. Hè? Okay. Die daar van 0 tot hoeveel dat je ook wilt gaan. Ik ga die nu zelf even hier op 400 gaan zetten. Okay. En ik pik die nu even vast. Die mag hier heel even blijven staan. En dat is dus die waarom ze. Ik ga even hier terug naar die orb gradient blue. En die noise phase, deze getalletje hier, dat momenteel 200 is, dat wil ik gaan vastlinken aan deze slider. Top. Dat ga ik in de aanpassen. Klopt, klopt. In hun essentials. Dus ik selecteer dat. Dat is soms een klein beetje inzoomen en zo bijna je scherm opeten om tot daar te geraken. Okay. Als ik nu hier deze pikwip gebruik en ik wop, knal die daar naartoe, dan gaan we eigenlijk zien dat je expression ineens pak in je wikkel is. Het enige wat hier staat is, ga kijken hoeveel dat die slider is. Dat is het enige. Voilà. Als ik nu die slider aanpas naar 50, dan gaat hij ineens, hij gaat zo subtiel zijn dat je het eigenlijk niet gaat zien. Ja. 5000. Dat is hem zo rap, dat gaat ook niet zien. Dan krijg je wel bijna die dancing dissolve. Oké. Okay. Voilà, uw nul object bij deze. Awesome. Ja, die kun je nu ook gewoon hier perfect add property to essential graphics. Hier ben ik nog wel even uw range aanpassen. Zullen we nu zeggen 500. En als ik nu terug ga inbreken in mijn moderate, dan is hij hier ook zelfs ineens toegepast. Cool, cool. Dat kan een hele interessante zijn. Bij deze zit het erop voor mij. Alright. Zit ik nog mee? Ja, ik ben nog mee. Het is best wel een heftige sessie aan het eind van vandaag. Ja, oké. Dus, maar alleszins mij bedankt hiervoor. Uit naam van iedereen, we hebben vandaag een heel boeiende dag meegemaakt, denk ik. Met heel veel verschillende tips in verschillende domeinen. Graag wil ik al mijn collega's er alvast nog een keer bij halen. Bedankt om hier aanwezig te zijn. En wij zien jullie allemaal zeer graag terug volgend jaar voor onze 5e editie. Applausje voor iedereen. Okay. Thank you.